Restauratie Directievilla Oog in Oog. Ik ben Ewa Schoonhoven. Ik ben projectmanager van de Directievilla. We gaan het pand restaureren en renoveren. Het krijgt een nieuwe functie als wijkbureau West. Februari 2023. Ik ben via de zijingang binnengekomen en we staan hier nu in de bijeenkomstruimte. Leuk is dat we hier nog de oude vloerbalken zijn tegengekomen. Dit wordt zometeen één grote ruimte waar je kan vergaderen. De Directievilla is gebouwd in 1908 als onderdeel van de Solfabriek, de Stichting Olie- en Lijnkoekenfabriek. En het is gebouwd in een chaletstijl, heel typerend voor die tijd, maar ook typerend voor de industriegebied rondom het Merwedekanaal. Wat leuk aan deze ruimte is, is dat we bij de vorige fase, toen we de wanden en de plafonds hebben weggehaald, dat deze enorme ruimte tevoorschijn kwam. En nu kan je dus heel goed op de kapconstructie en op het dakbeschot kijken en dat willen we graag zo houden in een nieuwe situatie. En dat kan ook omdat we aan de buitenkant gaan isoleren. Wat leuk is dat we dit pand gaan verduurzamen. Normaal is dat best moeilijk bij een monument, maar hier hebben we toch ruimte gevonden om dat wel voor elkaar te krijgen. Wat we gaan doen is we gaan eigenlijk de gevel en de schil gaan we inpakken. En zo komen we van het gas af en dat is heel bijzonder voor een monument. Ja, ik ben Cor Veintra. Ik ben architect en interieurarchitect. Wij hebben het interieurplan bedacht voor dit wijkbureau. En het mooie is dat je dan verantwoording af moet leggen naar het verleden, maar ook verantwoording moet afleggen naar de toekomst. Ik snap heel goed van die overgang tussen gebouw en interieur. En daar ligt ook altijd een beetje mijn passie en mijn specialiteit. En ik vind dat die dingen die moeten echt op elkaar aansluiten. En dan krijg je de leukste plannen. Maart 2023. Aan het woord Rick van der Zeeuw, aannemer. We zijn vandaag de rookvloer voor de nieuwe betonvering aan het leggen. En nu komt er een nieuwe geïsoleerde vloer onder, omdat ze het hele pand opnieuw goed willen isoleren. Het piepschuim, dat is een broodje, noemen ze dat. Dat is voor de isolatiewaarde en daar komt het beton op te liggen. Die kraaldelen die zijn ze vandaag aan het afveunen. En dan kunnen wij zien wat er precies rot is en wat nog houdbaar is of eventueel te repareren valt. En dan kunnen ze de details in de rondingjes, in de holletjes, kunnen ze weer helemaal terugbrengen naar hoe het was. Juni 2023. We zijn een heel stuk verder in het project. Het gebouw is echt richting de afbouwfase aan het gaan. En het leuke is, we zijn ondertussen ook nog even wat nieuwe dingen tegengekomen. En dat heeft heel veel invloed gehad op de beslissingen die we hebben genomen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de kleuren van de gevels. Hier hadden we wat splinters van oud schilderwerk hadden we gevonden al in een eerdere fase. Maar daar konden we niet echt uitkomen hoe het nou zat. En toen zijn we tijdens de bouw een oude staldeur tegengekomen. En dat gaf ons de nieuwe kleurstelling. Best een verandering ten opzichte van wat het was. Maar we zijn heel blij met het resultaat. Het is natuurlijk een rijksmonument, maar ondertussen moeten we het ook bruikbaar maken voor de toekomst. Het wijkbureau komt erin. En die willen op een fijne manier erin kunnen. Zo hebben we de gevels geïsoleerd aan de binnenzijde. We hebben het dak geïsoleerd aan de buitenzijde. En bij de installaties hebben we een grote slag kunnen slaan. We hebben namelijk een warmtepomp aangebracht. En dat betekent dat we van het gas af zijn. Maart 2024. Mijn naam is Frits Veldhuis en ik ben manager van Wijkbureau West. En Wijkbureau West, daar kunnen de bewoners uit West, maar ook organisaties uit de buurt kunnen daar naartoe komen. Voor eigenlijk alle vragen die ze aan de gemeente hebben. Nou, hier komen dus straks ook onze bewoners naar binnen en die komen dan op bezoek bij ons op het wijkbureau. En dan komen ze hier bij de balie en dan zitten daar minstens twee medewerkers altijd die alle vragen kunnen beantwoorden. En met de verbouwing hebben ze hier achter een staldeur gevonden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat ook terug laten komen. Dus toen die staldeur gevonden was, toen hebben ze ook gekeken naar de kleurstelling daarvan. En dat komt dan weer terug in het pand nu. Met alle lambrisering, de deuren en alles waar datzelfde verf gebruikt is. Ik ben heel blij dat we hier binnenkort onze intrek nemen in dit monumentale pand. Waar de bestemming ook zodanig is dat de bewoners van de wijk hier nog gebruik van kunnen maken. En ik kan niet wachten totdat we hier achter ons bureau zitten en de bewoners ontvangen. Nou, ik ga van werk. Nou, prachtig is het geworden. Ik ben echt heel blij mee hoe het er nu uitziet. Deze video is gemaakt door de gemeente Utrecht. Voor meer informatie kijk op utrecht.nl/wijkbureau West.